Goedemorgen. Ik zie er echt niet uit, jongens. Mijn haar is weird. Oh ja, dit hoort natuurlijk gewoon hier. Ik kom net uit bed. Vandaar dat ik zo uitzie. Ja, dat is. Mijn huid is echt naar de Filistijnen. Ik heb hier een jeugdpuist. Daar een grote. Ja. Dus dat is top. Ik ga nu koffie maken. Ik moet even wakker worden. En daarna ga ik douchen. Want ik moet. Nou ja, ik moet niks. Dat even te zeiden. Maar ik ga vandaag naar Hongelo, want de opa van Floris is jarig. Dus ja, dan gaan we naar de verjaardag toe. Ja, ik vergat ook te zeggen, mijn zusje is er blijer mee dan ik. Nee, gekheid. Het is niet dat ik er niet blij mee ben, maar ik weet het nog niet. Ik heb kaartje voor Hartfest. Dat is in mijn hart. Staalfestival hier in Enschede. Iets verop daar. Dus eigenlijk kan ik er beter bij zijn dan de hele dag tegenaan. Moeten luisteren, maar mijn zusje wilde dat ik mee ging. Dus dat is wat ik gisteren gedaan heb. Ik heb een kaartje gekocht daarvoor. En ja, we zullen zien of het wat voor mij is of niet. Ze geven geen fucks. Nou, ik ga snel douchen, want ik moet over een uur of zo weg. En ja, ik kan natuurlijk niet zo met het haar dat zo blijft staan de deur uit. Dus. Nou, aangezien ik een beetje laat thuis ben, heb ik dus niet de tijd gehad om mijn vlog te editen. Want ik ga nu naar bed. Dus ik wil jullie een fijne nacht wensen. En ik zie jullie weer in mijn volgende video. Bye! Goedemorgen, ik ga weg naar school en de bus komt eraan, dus jeugd. Ik ga heel goed voor Arthur, ik heb heel veel gehoord. Maar de weg die ik heb gehoord, is de spirit van de mensen. En met de incarnatie, is het gewoon waar. Een beetje aangekoekt. Of toch niet? Kun je de kip alvast pakken? Doe je? Ik ben aan het koken. De kip aan het maken. Ik heb mijn rijst. Zoet-zure saus. En. Adidas. Yo! Right where you're pointing, there was a little 2 foot, like a miniature person. I'm not kidding you. Good morning! Nou, ik ben weer wakker en het is te vroeg, vind ik. Ik heb gisteren niet mijn vlog geëdit, want volgens mij was die wat aan de korte kant. Oh, jeuk. En ja. Ik ga me nu aankleden, want ik moet zo naar school. Het is nu 8:45. Nou, ik ben er helemaal klaar voor om naar school te gaan. Ik ben wel moe. Maar oké. Dat geeft niks, want. Oh. Nee. Dat geeft niks, want we gaan gewoon naar school. Want. Leuk toch? Ik ben lekker thuis van school. En ik lig lekker op mijn nieuwe bank. Nou ja, ik zit maar half zeg. Wat een gedoe.
En morgen moet ik weer vroeg, volgens mij. Zo geen zin in. Maar ja, het hoort erbij. Ik weet niet of jullie het kunnen horen, maar... Oh. Dit is ook Spaans. Hallo, hallo. Nou, ik ga zo meteen met de bus. En dan ga ik naar de Burger King. Want ja, ik ben al niet dik genoeg of zo. Nee, ik heb honger. En ik moet de hele dag op school zijn. Want we hebben open dag. Dus, en aangezien ik stagiair ben, moet ik helpen. Ik vind het wel leuk. Maar, het was wel laat. Nou, ik ben klaar met stage. We hebben vandaag open dag gehad. Ik loop nu naar huis. Wat emotioneel was dit, zeg. Ik moest een slecht nieuwsgesprek spelen met Daphne. En daarin moesten we onze echte emoties gebruiken. Dus wat je daadwerkelijk op dat moment voelt. Dus niet spelen of wat je denkt dat je voelt. Maar nee, wat je echt voelt. En Daphne vertelde me dat de dokter had gebeld en dat ik geen kinderen kon krijgen. Dus toen was het eerst gezicht in shock. Daarna begon ik te hyperventileren en te huilen. Dus ik heb echt staan huilen. Gewoon met publiek erbij. Dat was echt super heftig, maar wel echt super leuk. Dus het was echt een leerzame, leuke dag. Voor ons en hopelijk ook voor de mensen die gaan komen kijken. En ja, ik ben nu lekker bijna thuis. Nou, ik ga nu mijn vlog editen, dus ik ga deze vlog voor vandaag afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat even snel. En geef een duimpje omhoog. En ik zie jullie weer in mijn volgende video. Bye!